Hey hallo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering. Vandaag zijn we bij aflevering 6. We gaan al richting het einde. Het wordt echt bloedspannend, dus wees erbij na de intro. En dan zijn we weer aflevering 6. Nog 5 uurtjes te gaan. Ga maar aangooien. Ja, als je. Je hoort door jezelf. Nee! Stay calm. Relax. Stay calm. Just stay calm. Just swim. Check us out as all. No, Matt. They're gonna hurt us. Ze springen zelf één voor één weg. Lopen doorheen. Easy, joh. Als we maar weg zijn met die clip. Ik heb nog een beltje aan, hè. Maar even dat nekje van zo'n beest, hè. Hey, hoeveel we zijn er wel, joh? Horens. Volgens mij hebben we alleen maar mannetjes horens. Of ligt het aan mij? Eén grote homo gangbang. Ga hem echt pakken, nee, joh. Nee. Just sometimes okay. Doing nothing is better. Hebben ja. Okay. Ik denk als je hem had gepakt, waren ze helemaal klaar geweest met je. Ja. Net zoals bij dat bij die olie. Maar daar ging ik er gewoon voor. Ja. Oh nee, we zijn haar. Oh nee, dit wordt weer helemaal niks. Dat is juist beter als er iets gebeurt. Af en toe even niet zo'n knopje indrukken of zo, weet je wel. Ja, maar meestal gebeurt er eerst iets met degene die je niet bent. Ja, dat is wel zo. Die is in één keer weg. Ja. We go back to the lodge and get everyone else. Oh god, not the lodge. We should stay here in case whoever it is needs to get back in touch with us. Let's get that radio working first. Het is wel een beetje een dierenspel ook, hè? Wolven en nou weer van. Van die hetjes. No kidding. I can't see. What is that? Gewoon die waspier. Die was echt niet, hè? Ik hoor nu zelfs keihil zacht. Ja, maar hij heeft zijn microfoon helemaal naar mij gedaan, joh. Hoor je me nu wel goed? Ja, en Melvin hoorde ik net ook goed. Nu dat zijn. Nu nog steeds, of niet? Ja, heel goed trouwens. Echt okay. Tien keer beter. Misschien moet ik af en toe een beetje zo. Ja, een beetje whisky smaak. Ja, gangster. Maar dat ook niet zo. Laat hij die nou beneden? Ja, hoe dom kan je zijn? Dat is toch een sukkel, joh. Nu gaat hij zelf doodgemaakt worden met die bel. Ja, maar hij staat daar links, staat hij. Net. Hoe van die klote ladders, joh. Zat die killen bovenaan. Sowieso. Of juist beneden, dat we als we weer terug gaan naar beneden. Het luikje is dicht. Uit de kast. Is er zo eentje? Van het luikje was als je komt. Als hij hier niet is, kan je toch beter hier gewoon blijven? Ja, maar... Zo makkelijk is toch niet te komen hier? Maar hij ziet die camera beelden toch? Ja, maar hoe moet hij hier nu komen als hij dat... Als ze dat luikje dichthouden? Ja, ja dat is wel zo. Gewoon lekker, hier blijft dat het licht is. Maar ja, die man heeft ook een vlammenwerper, hè?
Ja, die man heeft wel alles. So, no power. No power, no radio. Wat had hij te doen? Er komt iets uit. Hannah is missing. After tonight, their disappearance is starting to make more sense. Nou, dan zal die het ook wel niet doen, hè? Come on. Great. Call me. Gotta be a switch or something around here. What's that deurtje dan? Daar. Zo. Hij heeft nog steeds koud, die man. Kijk, de power. Part to the mankind. Hoppa, en naar boven switchen. Hoppa. Hoppa. En de radio. Fuck yeah, here we go. Fuck yeah. Toy. Nu weet die man ook dat we hier zijn. Ja, goed, die gozer. Ja. We hebben op de kop in de radio met hem. Oh, gelijk naar die radio, joh. Hij gaat eerst printen. Oh, leuk. Ja, anders hadden we dit niet gezien, clue. Misschien kan je nog een keer drukken. Misschien komt er nog wat uit, een andere. Ja, maar eerst even de radio. Oh, nu wel, hè? Volgens mij heb ik het hendeltje hier, hè? Ja. Ga bij dat luikje staan. Ja. Ga op dat luikje staan. Oh my god, okay. This is my druk op die knop dan. Hallo? You're not coming through clearly. Please repeat. Over. Misschien moeten ze even die stekker erin doen van de microfoon. Dit gaat dus niet werken. Nee. Oh oh. It's a featured motion sensor. Op dat luikje staan. I read you, ma'am. Please do not leave your position. We will send out helicopters to get you as soon as a storm has subsided. Ja, het werkt wel. Ja, maar als de storm voorbij is. What? Ja. When? How long? Dawn, at the earliest. Zie je? Daarom until dawn. Not in. Op dat luikje staan! Voor mij ook, hè? Hij heeft ook die bel gelaten! Als hij, ja, als hij nu die bel had, hè, hij had nu... Oh, hij had al die kabels kapot maken, of niet? Daar gaan ze. Hoe kan hij zo snel al die kabels pakken, joh? Oh, vuur! Ik heb haren dan! Fuck me! Fuck me! Kom maar, ze hangt ook, hè? Dat wil ze nu.
Alsnog wil ze gewoon homo worden, joh. Hij is nu allebei neer. Nee, Matt is er nog, joh. Helikopters gestuurd. Ja, maar die komen pas until dawn. And fuck die Emily ook. Ja, Emily die staat zo in vuur en vlam. Snel. Kijk, hij, Ben, heb ik nog zo'n gevoel, hij kan die killen gewoon aan. Ik ben gek geworden. Yo, kijk dan. Ze is niet meer te helpen, joh. Ik ben een vriendje. Wat are you waiting for? I'm thinking. Let me think. Don't think, you idiot. Just get me out of here. Ja. I saw you with Mike. Alsjeblieft. Is that why you still like Mike? He's a thinker. Matt, I don't. What's going on? On door. I saw you with him. Christ, Matt, we were just talking. Oh my god, this is not the time. Maar dit is zeker wel het moment. Just tell me what's going on. Nothing, Matt. God. Just admit it. I was confused. So you fucked him. Please. Yes. Matt, I'm sorry. See ya? Now, will you please get me off this goddamn tower? Please, 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 Matt, just do something! Something! Jump to save! Gonna jump. Oh. Ja, liever eentje dood dan allebei. Ja, dat is gewoon zo, hoor. Find the safest way to get to you. You idiot, just get me out of here! Nou, als je idiot gaat zeggen, dan Weer die keuze. Hoppa, juiste keuze. Hier heb ik totaal geen moeite mee, hoor. Helemaal fuck haar gooien, joh. Goodbye, my love. Letterlijk en figuurlijk, fuck haar. Nou, we hebben er weer eentje vermoord. Het lijkt alsof wij de killer zijn. Misschien zijn wij die killer wel, hoor. Ja, alleen dit stelletje leeft nog. Did that just happen? Damn it, what is going on around here? That just happened! Hadden we maar die Josh gered. Chris, that... what? Chris, I just want to say, what happened back there in the shed, I know how hard that was. Josh was your friend. Actually, stop. No, I want to say, I mean, thank you. Thank you for saving my life. Ash, what was I going to do? Ik doe dat ding af. Ja, hoor ik het er niet, hoor je het alleen deze is het. Ja, ik just. I know. Was het angst of niet? Let's just find Sam. Okay, that's what we're doing. I mean, oh my god! Ashley, just stop. Hij blokkeert me. Hij is weer aan het pranken, hoor. Finding Sam. Ja. Oh. Ja, allemaal van Josh, joh. Op haar lichaam. This is so effed up. Zo gaat hij nu wel open. Ga nou niet door die deur die wel open gaat. Maar moet wel. Ga nou niet, moet wel. Hé! Hey. Ja. Nou, het lange haar toch? Met de handdoekie. Did I see what? That, Chris, that! What that was that? It was like a see-through shape, like a ghost. Oh boy. I'm serious. It's Alma. Why don't you believe me? I said I saw it. Doesn't that count for anything? Nou, Hannah, die lag onderaan die rots, hoor. Ja, maar toch. Nu onder de ground. Die was echt morsdood, gewoon. Was ook in de library. I don't even library. I've been seeing. Library.
I don't know. I don't know. I saw something, Chris. Ash, it's okay. You just, we're both kind of out of our heads right now. I mean, we gotta pull it together, okay? You with me? Oh. Oh, nay. Let's just keep are we going crazy down here? It's the only place left Sam could be, Ash. I wish we could just go find everyone else and... What if Sam needs us? What if she's in trouble? Nou, dat is zeker. Let's go. Natuurlijk, ren gelijk fucking hard naar de deur die open gaat. Okay, druk. Chris is alweer gegaan, hè? Ja, die doet straks weer dat maskertje op. Oh, daar stond hij. Hij stond toch even te wachten. Whoa, 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 you gotta be kidding me. What the hell is going on? Ah! Oh my god, that scared me. You're not gonna do it, right? Good. I don't think so. I mean, I don't know. How did everything get so freaky around here? Door slamming and candles lighting up out of nowhere and that specter or whatever Ashley, it was. No. Oh, een mooi schilderijtje hoor. Wow. You didn't see that translucent white figure just passing right by us. We could be seeing things. I'm not imagining things. Yeah, well, I saw things too. I saw what happened to Doc's shed. You know, that's what I'm worried about. Oh, Chris, I know. No. You know what I'm really worried about? Okay, I'm worried about Sam. What's happened to her? If there's some maniac out here, then she could be dead too. Don't say that, please, Chris. Daar rechts kan je wel. Een trap naar beneden was. Daar kan je wel in, ja. Oh, dit is precies dezelfde plek weer. Waar heb ik me even recht gezet, man? There's no handle. Hij heeft wel recht gezet, maar een hendeltje heeft hij even meegenomen. Ja. Oh, dan misschien dat we hier weer die hendel vandaan kunnen pakken. Misschien zit hij erin. Op hetzelfde plekje weer teruggelegd. Maar waar de fuck moeten we heen dan? Wait, Chris, look down! What? Didn't you see it? Maar daar kan je niet naar links, no. Dat is een schilderij die daar. Ja, maar ze had ook een soort van handdoekie. Dan is Sam. No ghost here. Ghost of what? Misschien is Sam al meer. Nee, Sam is nog niet dood. Ja, maar dat is hij met die handdoek. Ja, maar die is toch alleen... Die is niet dood, hij deed gas op haar. Hij deed gas en die is zo in slaap vallen. Dat zou hier dood te zijn. Misschien hangt die ook weer straks ergens of zo. Dat we weer zo'n keuze moeten maken, weet je wel. Ja, weet niet. Misschien een van hun straks of zo. Of Mike of zo, dat hij in één keer ergens bij komt. What did that? How does a picture just jump off the wall like that? Een sleuteltje. Ze helpt ons gewoon, joh. Het is echt handig. Here you go. Hey. Oh my god! There! Look there, Chris! You can't tell me! You didn't wow, see that! See? Nu pas ziet hij. You do see it! I don't know. I just so hard, yo. Looking crazy. Chris, hij gaat toch gelijk achteraan rennen, joh! Waar zijn zij nou heen? Ja, hier doorheen, man. Je moet gewoon bij dat schilderijtje daar, moet je gewoon... sleutel erin draaien. Draaien. Hij gaat gewoon helemaal teruglopen. Maar waar is hij dan? Chris. Hij staat gewoon hier naast je. Ik moet gewoon kijken. Je moet naar het schilderij. Ja. Maar zei hij deze kant op en ze zei dat she's showing us the way. Ja, maar kijk, ze kan er overal doorheen lopen, joh. En die camera draait niet mee. Dus... Hij heeft een met bij heen moet. Ja, misschien moet je dan hier gewoon kijken. Gewoon waar Chris naar rechts. Ja. Ja, kijk.
Oh, poppenhuis. Oh. Look, 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 Chris. You can see in the windows. See what? It's tiny furniture? No, it's a whole scene with dolls and everything. Yeah? I'll be jacked. And look. Hey. This little key? What did I tell you? The ghost is helping us. Dat is allemaal. Grote billen poppen. Whoa, what is going on here? Oh god, it's like... It's not like anything, that's us. Hiding there, waiting for Hannah, last year. Oh! But it's... Why is he prank? I mean, that's exactly where I was sitting and that's where Matt was. This was set up by someone who was there. Did this or all someone, on your face. Or something that was watching us. Maybe it's a warning. I think someone... And stel je voor, hè? No, stel je voor dat die twee moordenaars gewoon Hannah en Beth zijn. Ja, maar we hebben ze toch daar dood zien gaan. Misschien willen ze dat we dat zien. Daarom ben ik al bang als ik zo'n van die rare poppen zie en dat die gewoon in één gaan bewegen. Ja, echt klopt. Ja. Daarom ben ik ook al bang hier. Dat ja, ja, hier verder hoor, ja. Dat is een autopop aan de bank te kijken. Daar ga ik nooit naar kijken. Mom, finally agreed. The invitations are out. The party is gonna happen. I hate that I have to wait. So far, Ash, Matt and Sam have said definitely yes. Nothing from Mike. OMG. Mike confirmed. He phoned Josh this afternoon. Woohoo! Party time! Everyone being together on the mountain, this is gonna be ja, so leuk awesome. Ja, ik dacht, hier hebben we wat aan. Anders gaat die poppenhuis ons niet showen. Ja, volgende? Oh, er is geen volgende. Oh, die deur is open bij het schilderij. Hij gaat er al voor. Hij heeft ook gewoon zo'n raar loopje over me heen. Ja. En ook zo snel loopje, joh. Hij is zo snel wandelaar. What the fuck was dat, joh? Tering. What the fuck was dat? Dat is toch ook helemaal nergens op? Ja, Hannah. Nee, dat geest. Was heel raar. Is die geest toch? Dat is gewoon een jumpscare, gewoon om ons te laten schrikken, gewoon puur. Hey, ja. Pillen. Oh nee, zijn. Kind of... Kama Sutra? That is so random. Oh ja. Ja. One of the bulbs is circled. Oh, clue. Toch chill. Kunnen we die schaar niet pakken? Ah. Zeker. In de broekzakkie. Het is een butterfly, dus dat gaat ons helpen, denk ik. Ja, ja. Dat had je ook kunnen laten liggen. Kun je ook in dat zakje stoppen? Nee, ik kon je wel draaien, denk ik, maar ja. Oh, hè? Ja. Oh. Ik weet niet of ik dat weer onder melk vind. Jakkelakkie, joh. Oh, loop net door, loop net door. Wait, there's a whole other room through here. It's mammoth. Chris, I don't know if I want to keep going. Hij gaat gewoon. Ook altijd die kelders in, en altijd naar beneden. What world are we now? Are you kidding me? Did you know this was here? This is like a whole other hotel. I had no idea this was here. I don't think I can take any more of this. Yeah, I'm about at my limit here too. All I wanted to do was forget last year ever happened. And to be honest, I'm not sure what Hannah thought she was doing. Yeah, well, you know how it is when you're crushing pretty hard on somebody. Great, so you're basically saying that we put a vulnerable friend in a terrible situation and essentially caused her to run away and... Echt een rare kop bij, joh.
was you, don't you think you would have run away? I mean, who likes... Gaan ze nu serieus gewoon een heel gesprek houden daar? Ja. Gaat het met je of... Face. What? Chris, we made her look so stupid in front of all of her friends and the guy she liked. I can't imagine doing anything worse to somebody. Oké, daar kun je wel pakken. Oh no. What is it? Sam's bracelet, and she never takes this thing off. Dus die komen er wel tegen. Maar die weten dan niet dat zij dood is, of tenminste. You know what? Nee. Ash. No, I've had it. Maar ik heb zo'n gevoel dat die ook weer... Ja, dat ik dacht eerst dat zij de geest was, maar... Ja. Nee, maar ik heb zo'n gevoel dat zij... Ik heb niet omgaan wat dat zij ergens weer vastgebonden zit of zo, weet je, of hangt. Ja, dan moet ze een keuze maken. En dat we weer zo'n keuze moeten maken. Of dat we haar net niet op tijd kunnen redden, weet je wel. Ja. En laten we gewoon Sam vinden. Damn it. Ashley, come on. Why are you always right? I'm not always right. Well, when you're right, you're right. I don't want to be. I want to leave. No. We've got to find Sam. Let's go. Okay, let's go. En tempo maken. Ja, dat doet hij wel. Hij staat in één keer heel ergens anders. Ga zo weggeglipt, toch? Chris, I'm getting a really weird... Yo, hoe vaak gaan ze nog praten, joh? We praten wel echt veel, hoor. Te veel. Any of this, the psycho, all this crazy stuff going on down here, I feel like we've missed something. Something that'll make it all connect. I know what you mean, but, I mean, who knows what that would be? Yeah, I guess you're right. Zou ik met de korte broekje aan? Waarom blijft hij nu in één keer wel staan? Wat nu is gebeurd? Nu is hij die gentleman. Huh. Niet aanraken. Zat onder stroom, joh. Letterlijk. Waar is die Josh? Of hoe heet hij? Chris. Daar komt hij. Ja. Die laat mij nu in één keer wel eerst gaan. Ja. Maar nu wordt het een beetje te heet onder de voeten. Voor, hoor. Wordt te heet onder onze voeten, joh. Oeh. Lange foto's. Van ons allemaal, denk ik. Dat is ons. Maar kijk, we maken de twee kruis door. Ja, omdat ze die niet mogen. Die mogen we echt niet. Ja, dat kun je wel zien. Alleen deze leven nog. I mean, what is this? Oh ja, Jessica. Oh, Jessica. Idolist? Christ. George is als eerste neer. Ja. Ja, hier achter die deur gaat wat gebeuren. Ja, I got it, but oh damn, this thing is heavy. Be careful. You gotta come through, Ash. I can't hold it. Oh, come on. Chris. Wait, what? I think I just saw Sam over there. Ash, are you sure? I don't know, but come on, I think we should check out. Nee, well, niet alleen. Whoever's bleeding came through here, okay? So we really kan toch niet alleen gaan. Follow Chris. Als je alleen gaat, is het sowieso klaar. Ja, dan dat weet je gewoon. Het zijn er echt twee. Ja. Dan is misschien toch wel die tweede. I don't get it. Why would anybody... Maar dit was zo'n klinie clown waar zitten. Zo'n klinie clown en zo'n man met lange haren. Dit was de killer clown, nu is het klinie clown. Ja, nu gaat het gebeuren. De hangen kan gewoon... Hoor je die muziek? Ja, ja. Ik weet gewoon dat je verder andere route. Oeh. Waar ga je andere route nemen?
Ga gewoon, joh. Dat hij uiteindelijk zijn geduld op is. Haha, hij komt gewoon. Ja, ik doe het, joh. Ga op het randje staan, kijk. Ja, het gaat een filmpje. Oh. Oh. Maar wie is het? Is dan een bekende? Oh ja, maar die had hij natuurlijk gepakt, hè, toen ze in het bad zat. En Mike hangt er ook. Een stinkvarken. Laten we maar gaan. Hey, Sam leeft nog. Maar ja, ja, dat kan ook. Een rape party. Zo'n rape party. Het is gewoon Bram Krikken. Oh, Chris. Oh, no. Hier zit ze al. Hallo. Sam? Ik denk dat er vrij weinig van de oven is. Nee, ik durf. Sam! Jawel, ze leeft nog. She's dead. Holy shit, holy shit. She's not dead. How do you know? She's still breathing. Wat de hel is wrong? Ja, net op zijn nippertje even klap. Kijk, hij staat erachter in donker, kan niet. Hier komt hij. This is bad, we've gotta get her out of here. Oh shit! No, get back! Zeker, je hebt een schaar! Oh, waarom laat je die schaar ook los, joh? Yo. Dan moest je het ook gewoon afmaken. Ja, maar waar? Het dan gewoon af, ja, maar je had die schaal gewoon neer een steekje kunnen geven. Ja, waarom laat je wel zitten? Nee, Nicky had ze gewoon moeten omdraaien toen hij zei no. Ja. Oh crap. Ash. Ja, nu zitten ze. Kijk, die kei niet zag iets daarboven. Nu moeten we sowieso een keus maken tussen hun tweeën. Nou, dan kiezen we wel voor Chris hoor, want dat wijf die kan niks. Ja, dat is wel zo. Ze kan niet eens normaal iemand neersteken, dan steekt ze in zijn arm. Waarom niet in zijn keel? Of is het derde been of zo? Ja. Er is een gun daar. Maar hij moet de keuze maken. En Sam moet de keuze maken. Nee, hij heeft één hand los. En er ligt een gun op de tafel. Oh. Tell me what? It's too late. Chris, what's the point? Stop it, just say. We're always talking around it, and now, I mean, we've wasted everything. Ashley, none of it was wasted. Oh, ze ziet hem echt zitten, joh. Every second that I spent with you was the only thing I ever wanted to do with my time. Nu word ik emotioneel. Maar hij moet uit het hoofd schieten. Dus ik krijg gewoon die gun en gelijk gewoon. Ja. Oh god. Ashley, I'll get you out of this. I won't let you die. Hello there, my special little subjects. Oh shit. Don't be scared. Oh, you should be, Ash. Because here's the twist. Chris has made one fatal choice already. Maar kan je dat ding gewoon niet kapot schieten? Of die motor of zo in het midden. Chris. Hij heeft toch die gun in zijn handen? Ja, maar ze is ja, maar dat ding is toch boven? Ja, maar ja. Ja. Oh, hij doet het zelf al. Don't be so silly, Chris. Maar wie gaan we nou redden? Oh my god, no! Oh, ik heb al gekozen, denk ik. Je hebt al gekozen voor ongeluk. Edge, of moet door het eigen koppie, joh. Wie doen we? Door je eigen koppie, joh. Ja. Huh? Eigen koppie. Ik weet het niet. Doe haar. Boom, nu. Oh my god, no. Hey, ze leeft gewoon nog, joh. Special then, huh?
You're sick! You're a sick fuck! Houd helemaal gek, joh. Now, what the hell have you done to them? Huh? What the hell have you done to them? Hij gaat weer hem vermoorden. Psychopath! Daar gaat Dr. Hill. En jou, we zijn aangekomen bij het einde van deze video. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even dat duimpje omhoog. Heb je dat nog niet gedaan? Abonneer dan even. En druk dat belletje aan, want we gaan natuurlijk deze Halloween Horror Week nog genoeg streamen. En er komen genoeg video's online. En dan ben je er altijd bij. Bedankt voor het kijken nogmaals en tot de volgende keer.